Naam? Jordi. Leeftijd? 31. Van waar kunnen we jou kennen? Waarschijnlijk van de Katy Perry muziekvideo. Heb je broers of zussen? 1 zus. Huisdieren? 1 hond met 3 poten. Lievelingseten? Pasta. En een idool? Lady Gaga. Hey allemaal en super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van het Vriendenboekje. Vandaag zitten we zoals altijd in Café René met Jarden natuurlijk en vandaag is het Jordi Tulleneers, zeg ik het goed? Ja, je zegt het juist. Ah, prima. Ja Jordi, we kunnen jou kennen van de beroemde videoclip van Katy Perry. Mm-hmm. Leg eens uit, hoe ben je daar beland? Oeh, dat is een lang verhaal, ik heb het kort proberen te houden. Mijn agentschap had mij een auditie gestuurd voor de muziekvideo, maar ik wist op dat moment niet dat het voor Katy Perry was. Dus ik heb gewoon die auditie gedaan en achteraf kreeg ik telefoon van hey, ben je beschikbaar voor dan te gaan opnemen? Wat grappig is, omdat ik eigenlijk daarvoor nog iets gefilmd had en ik had mijn haar pas blond geverfd. En denk, oh shit, ze wilde dat ik mijn haar terug bruin verf. Wat ik eigenlijk niet leuk vond, omdat ik wilde dat blonde wel even behouden. En ik heb toen gezegd, ik weet niet of ik mijn haar terug wil kleuren. En toen heeft de producer mij gebeld en zei van hey, we willen echt dat je je haar terug bruin verft. Waarop ik zei, ja, maar ik wil eigenlijk echt niet kunnen nog een keer checken of dat niet gewoon echt niet gaat. En hij heeft dan gecheckt, heeft teruggebeld en zegt van ik moet de haar toch wel terug bruin verven. Ik heb dan die avond terug bruin geverfd. En ik kwam dan op set aan. Ik zag dat zij ook blonde haar had. Ik denk, oké, makes sense. Maar totdat ik daaraan kwam op set, had ik geen idee dat het voor haar was. Dus ik zat op een bepaald moment in de hair and makeup chair. En die gast die mijn haar aan toen was ook gewoon nog heel casual van, ah, goedemorgen, en hoe gaat het, bla bla. Het was 3 uur 's ochtends trouwens. en ik zei, ja, ze bla bla bla. Maar ik zag wel hoe groot de set was. En we hadden ook filmen, Six Flags, Magic Mountain in Los Angeles, ja, California. Mm-hmm. En ik denk, wow, dat is echt wel een gigantische productie, maar ik had helemaal geen idee, nog altijd niet dat het voor haar was. Ik had een heleboel papieren moeten tekenen, weet je, uw rechten, uw NDI, bla bla bla. En ik zat dan in die hair and makeup chair en ik zeg opeens tegen hem van, oh, by the way, who's the artist? En hij zo, Katy Perry. En ik zo, van binnen was ik zo, omdat ik denk van, oh shit, ik ken die ook al van klein kind. Maar je was van, alright, cool. Ja, en mijn reactie was ook gewoon, cool. Terwijl ik echt gewoon van binnen het schreeuwen was. Dus ja. En dan eenmaal dat we begonnen, was het ook gewoon een introductie met Katy Perry. Waarop ze zei van, hey, I'm Katy. Ik dacht, oh, bitch, ik weet uw naam al hoor. Dat kan niet zeggen. Gigantische fan. En zij had ook tegen mij gezegd, wat ik wel een van de mooiste complimenten vond. Ze zei van, ik heb de auditie zelf gezien en ik heb u zo zelf eruit gekozen. Dus dacht ik van, oké, dat is wel een heel mooi compliment. Mm-hmm. Want je woont in L.A., je werkt in L.A. Mm-hmm. Ja. Vertel eens, neem ons eens mee, hoe ben je daar beland? We gaan terug naar het jaar 2000 en iets. Ik had na mijn middelbare school hier dan in Hasselt, op de Pico, de kunstjunioren van Hasselt. Ik ben daarna gaan werken bij Hugo Boss in Maasmechelen Village. Wat eigenlijk heel leuk was, ik vond dat heel plezant. Maar het was niet wat ik wilde doen met mijn leven. Dus na een heel jaar werken en wat geld gespaard, zei ik, ik ga naar LA gaan. Ik had ook de vooropleiding van de Toneelacademie in Maastricht gedaan, wat ik heel erg leuk vond. Ik had ook auditie gedaan daar. En een docent genaamd René Lobeau, die nu ondertussen overleden is, helaas, zei ook tegen mij van, je bent nog heel erg jong, je wilde niet gaan reizen en wat ervaring op doen. En ik had ook een docent hier op Pico, Patricia Gelade, die mijn biologie gaf, die ook zei van, ik moet gaan reizen. Dus ik denk, oké, ik moet gewoon wat gaan reizen. En plan B was, zeg maar, naar LA gaan, omdat, ik bedoel, Hollywood, welke jonge persoon die acteren leuk vindt, denkt niet aan LA en Hollywood. Ik denk, ik ga dat gewoon een keer proberen. Ik heb daar een workshop gevolgd voor een maand lang. Ik vond dat heel erg leuk. Ik ben terug geweest voor 3 maanden en zo ben ik eigenlijk heen en weer blijven gaan, totdat ik op een bepaald punt dacht van, this is it. Werd je daar al direct in gesteund, in dat idee bij je familie en zo? Maar ik denk niet dat ze dachten van, die gaat er voor eeuwig en altijd gaan wonen. In het begin was het van, ik ga een maand gaan. Dan was het van, oh cool, leuk, ja, ga maar een maand gaan. Maar toen ik terug wilde gaan, besefte ik wel aan de familie van, ah, blijf toch maar hier. Hè. Mijn oma zei ook constant, ah, hoe gaat je nu daar? Blijf toch gewoon hier. Bel die van VTM, zegt dat ze je een rolletje geven. Ik zeg, ja, zo gemakkelijk. Had dat niet, oma? En LA was ook gewoon een tweede thuis voor mij geworden. LA was echt gewoon, ik voelde mij zelf als jong volwassenen daar ook openbloeien. Ik voelde me heel comfortabel. Het was ook zo, het weer was altijd mooi. De mensen waren altijd vriendelijk. En ze zeggen vaak, Amerikanen hebben zo die fake zo, oh my god, how are you? Maar ik denk, ik heb liever dat ik een winkel binnenstap en dat ze tegen mij zeggen, en, ça va? Of gaat het ook, hoe gaat het vandaag? Dan dat ik een winkel in België binnenstap
En dan ze naar mij kijken en dan ze niks zeggen en dan ze zo blijven staren. En dan ze uiteindelijk gewoon zeggen van, dat is 2 euro. Oké, okay, dankjewel. Bye. Weet je dat het daarbij blijft? En ik weet nog een keer, toen ik vanuit LA ben teruggekomen naar België, echt in het begin, ik stond aan de kassa in de Carrefour. En ik denk, ja, ik zat gewoon zo met die LA American mentality, dat ik aan de kassa stond. En ik kijk naar die vrouw en ik zeg, en, ça va? En die vrouw keek naar mij van, ken ik je? Een gesprek? Ja, het is heel ongemakkelijk. Ik denk, oh ja, nee, dat doe je hier niet uiteraard niet. Nee, dat is een zot. Ja, ja, ja. Dus, anyway, ik ben zo heen en weer blijven gaan naar LA. En mijn familie heeft uiteindelijk ook gewoon beseft van, oh shit, die gaat misschien nooit meer terugkomen. Maar ik kom wel elke ongeveer 6 maanden tot een jaar terug naar België. Ja. Hoe lang ben je nu in LA of werk je daar? Sinds dat ik 18 was en ik ben nu 31 jaar. Dus ik zit er al. Math, rekenen, wiskunde. Boom, 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 boom. Error 404. Oh. Page not found. Jawel. Ik ga het wel vinden, want het is wel geteld. Ja, heel lang. Omdat je zo overvallen met die vraag, was ik al vergeten in welk jaar dat 13, je erin had. Als ik me niet vergis. 18 tot en nu 31. Ja. Ja. Okay, 13. Ja. 13 jaar al. Dat is wel even. Wow. En nog een paar jaar en ik ben al langer daar. Ja, ik kon net zeggen, je komt in de buurt van dat je langer daar zit dan hier. Wauw. Zot. Ja, ik heb toch nog even vragen, maar wat is er zo voor u fantastisch aan het leven daar? Wat mist je hier, wat daar wel is? En ik ga, LA specifiek is een plaats waar je naartoe kunt gaan met welke droom dan ook. Als je zanger wilt worden, als je acteur wilt worden, als je klaar wilt worden. Het maakt niet uit wat je wilt worden. Daar wordt echt gewoon embraced en wordt je geaanmoedigd en je krijgt daar positieve energie op en het is mogelijk. De kansen zijn mogelijk. Terwijl als je hier in België zegt van, ik zeg maar iets, ik wil graag stripper worden en een OnlyFans page hebben, maar ik wil ook professioneel acteren, model zijn en ook een rap carrière hebben, zeggen ze van, maar je zet zot. Terwijl daar zou zeggen, wauw, I believe in you. En ik denk dat ik dat gewoon heel erg leuk vind, die mentaliteit en die energie. Plus, ik sta al zo lang, ik heb ook al mijn vrienden daar nu eigenlijk. En de stad gewoon biedt zoveel kansen aan, dat ik denk, ook al zit ik gewoon in mijn zetel s'avonds, ik denk, wauw, het feit dat ik nu naar een feestje kan gaan in de Hollywood Hills, of naar een event, of gewoon die ideeën, die mogelijkheden, denk van, ja, dit is echt gewoon zalig. Terwijl in Maasmechelen denk ik, oei, het is 7 uur s'avonds, de winkels zijn gesloten. In ons bed kruipen dan. Ja, inderdaad. Even het nieuws kijken en dan. TVL nieuws en dan slapen. De hele naam on repeat, hè. Dat is waar. Ja, standaard. Nee, als je in LA bent, ik kan me voorstellen dat er ook heel veel bekende koppen rondlopen. Natuurlijk, de vraag voelt hem al komen van mijlenver. Wie zijn zo de bekendste koppen die bij u in de buurt wonen of die je al regelmatig hebt gezien? Bij mij in de buurt specifiek, ik woon dus in een gebied genaamd Las Vegas. Nick Kroll, die gekend is door Big Mouth, dat geschreven heeft en ook stemmetjes doet, die woont bij mij in de buurt. Blijkbaar woont Emma Stone ook bij mij in de buurt. Ik heb haar nog niet gezien, maar ze woont wel bij mij in de buurt. En dan ook, oh my god, ik ben de naam kwijt. Ik weet dat Leonardo DiCaprio daar ook gewoond heeft, en die woont er ook niet mee momenteel. Damn it, was die? Oh ja, Dan Levy. Dan Levy van Schitt's Creek. Die woont ook bij mij in de buurt. Damn. Dat vind ik heel cool. De burgemeester van Genk woont bij mij in de buurt. Wow. Dat vind ik ook super cool. Ik vind dat ook heel cool voor u. Joepie. Maar ik weet wel, en deze vond ik wel heel erg leuk. Een vriendin van mij gaat vaak naar van die estate sales, zoals eigenlijk gewoon grote huizen hebben waar mensen een boel verkopen. En ze had mij meegenomen en we gingen dat huis binnen. Het was een heel mooi huis en het was niet bij mij in de buurt, maar ook niet ver van mij. En we kijken naar huis rond en dan zei ik al van, who do you think lives here? Weet je, dan ben ik van toch ook van, oké, okay, ik ben al rond te kijken, want het zijn heel mooie huizen, dus dat is waarschijnlijk iemand die ook in de entertainment zit of een politieker of zo. En we konden het echt niet raden. En op het einde van ons rondkijkend huis, waar trouwens heel mooie dingen stonden, maar niet speciaal, ik was maar een boring gedoe, stond er ook een bodyguard, want die moest dan eigenlijk gewoon alles zo in de gaten houden. En zei zo, wie heeft hier gewoond? Waarbij hij zegt, ik mag het niet zeggen, want ik heb ook een NDA, een non-disclosure agreement getekend. Maar het is een van de 3 acteurs van Harry Potter. Ik zo, oh, wow, shit. En zij zo, is het Ron? En hij zo, ja, het is Ron. Dus, tot daar, het contract. Inderdaad, ja. Dus het was eigenlijk wel cool om te denken van, oh shit, ik heb net een, ik ken zijn echte naam niet, Ron Weasley, zijn huis rondgelopen. Ik vond dat eigenlijk wel een cool gevoel, zo. Te denken van, oh shit, ja, dat is zo'n realisatie van, yeah.
damn, die hele grote sterren wonen hier ook. Dat is wel echt nice. Ja, wie heb je hier van hele grote sterren in België? De burgemeester van Genk. Ja, voilà, Wim Dries. Dat is de biggest star in Limburg, denk ik. Ik heb ook nog denk, gewoon celebrities gesproken. Het is ook een heel leuk verhaal. Toen ik pas in LA aankwam, ben ik naar een club geweest genaamd Bootsy Bellows op Sunset Boulevard. En eigenlijk is dat zo'n heel showy club. Ik kom daar binnen en ik denk, deze is ook niet plezant. Het is waarschijnlijk kleiner als het café van René hier in Hasselt. Maar iedereen die zo wat gezien wil worden, gaat naar die club. En ik was uitgenodigd voor een feestje en ik denk, ik ga ook een keer gaan, waarom niet? En opeens zei een van mijn vrienden zo van, let's go to the VIP area. Oeh, the VIP area. En er was een achterdoor zo bij de bar. En ik kwam naar binnen en dat was 3 keer zo klein als deze ruimte. En ik denk, wow, zo VIP. Maar we waren aan het dansen en er stonden ook heel veel mensen in het donker, zeg maar. En ik denk, shotje gedaan, we beginnen dansen. En ik stort opeens tegen iemand achter mij aan. En ik, omdat ik gewoon beleefd wil zijn, ik wil me omdraaien en zeggen van, oh my god, I'm so sorry. Ik draai me om, ik zeg, oh my god, I'm so sorry. En ik hoor, that's okay. En dat was Justin Bieber, die daar vlak achter mij stond te dansen. En ik denk, oh, wow. Hi, Justin. En toen besefte ik pas dat daar heel veel ook echte mega celebrities waren. Omdat ik toen die vriend van mij ging die dat mij had uitgenodigd, zeg, oh my god, dat was Justin. En hij zegt, ja. En Kim Kardashian just walked out. Ik zo, oh my god, what the fuck? Maar ik moet wel zeggen, op zulke momenten probeer je ook wel cool te houden. Hè? Want dan zeiden ze zo, I want out. Toen zei oh ja, ik kan. Terwijl ik eigenlijk denk van, wow, als ik deze thuis vertel, is dat crazy. Ja. Wauw. Ik vind het echt cool. Ik ook. Ja, we hebben het er net al even gehad over dat je nu, ja, voorlopig nog niet, maar bijna even lang daar woont als hier. Ja, een vraag die dan in mij opkomt is, ja, waar is je thuis? Waar is je thuisgevoel? Omwille van mijn job reis ik ook heel veel, wat very grateful, bla bla bla. Maar ik voel ook wel dat thuis is gewoon waar ik ben. LA voel ik mij meest op mijn gemak. En in België wonen mijn ouders en mijn familie en mijn zus enzovoort. Dus ik denk op deze leeftijd, nu, leef ik gewoon waar ik ben. Ik denk niet dat ik kan zeggen van, dit is thuis. Uiteraard als ik thuis ben in LA met mijn hond en zo, met mijn partner, heb ik iets van, oké, deze is echt wel thuis voor mij. Mm-hmm. Ja. Dat is ontspannen, dat is tot rust komen. Ja, dan kunnen gewoon in de zetel zitten met een tas koffie en een scheet laten en niemand die er iets van zegt. En dat is thuis, eerlijk gezegd. Ja. Mooi. Dat vind ik ook heel mooi. Wat ik ook afvraag is, wat mis je dan zo aan België? Zijn er dingen die je mist aan België? Zo, ja. Het zijn heel veel dingen eigenlijk. Van het eten zoals de frietjes en de chocolade, tot de familie, tot de vrienden, tot de mogelijkheid om in Maasmechelen dan even te gaan wandelen en niet te denken van, oh shit, dadelijk word ik misschien neergestoken. Of daar is een dakloze persoon die mij gaat achtervolgen om geld te vragen. Tot, s'nachts is het stil in Maasmechelen. Bij mij is het, weet je, zo politie-sirenes. Je hebt ook een applicatie genaamd Citizen. Dat toont waar alle misdrijven en crimes gebeuren in je buurt. En als ik kijk, is dat gewoon allemaal rood rondom waar ik woon. Dan denk ik, oh shit. The odds of me dying right now are 100%. Dus het is gewoon het gemak van het Vlaamse leven dat ik soms echt mis. Wat je enkel kunt appreciëren, in mijn mening, als je het verlaat. En dan terugkomt. Ja, als je het verlaat. Ja, wij zijn dat gewoon gewoon. Voor ons is dat normaal. Ja, ik heb soms heel vaak het gevoel als ik dan thuis ben van, hier is toch eigenlijk ook heel weinig te doen bij mij in de buurt. Je kunt naar de stad, naar hier komen, naar Genk. Maar dat is het ook. Ja, het is gelijk je zegt. Ja, het is. In Maasmechelen is het stil s'nachts, maar als je aan mensen in Maasmechelen soms gaat vragen, is het stil s'nachts, dan zeggen die nee, want hier heeft deze nacht om 3 uur een auto voorbij gereden en die heeft veel te hard opgetrokken. Dat is veel te veel lawaai s'nachts. Ja, bij ons ook, zei, die hond begon weer te blaffen om 6 uur 's ochtends. Ja. Ja, bij ons hoor ik geweerschoten afgaan om 6 uur 's ochtends. Dus, choose your battle. We hebben hier een poppetje. En onze rubriek Only Friends is het eigenlijk de bedoeling dat jij een kledingstuk uittrekt en in die kledingstukken zitten dan vragen verstopt liever, waar jij je antwoord op mag geven. Dus ik zou zeggen, geef jezelf bloot. Dankjewel. Goed. Ik ga dan beginnen. Ik ga beginnen. De sokken komen ook af, hè? Ja? Ja, de sokken gaan uit bij ons. Dus volledig aan jou. Met de rechter sok. Hij is een beetje... Even weg daar. Dat is altijd het moeilijkste aan de aflevering. Dat is... Het uitkleden. Vlekkeloos uitkleden. Even kijken. En de vraag zit in de sok, hè? Ja. Okay. Ja. Du,
Ja, je mag hem hardop voorlezen. Het is zo precies zo'n fortune cookie, ken je dat? Zo? Ja. Misschien een idee voor volgend seizoen, gewoon een koekje in vraag steken. Wat is je grappigste zatte moment? Wel, ik had een hele dag in LA doorgebracht met een van mijn beste vriendinnen, Tatjana. En we waren zo naar het museum geweest, we waren gaan hiken en we waren de hele nacht door zo wat gedronken ook. Dus op het einde van de avond zijn wij best zat. En we hadden al twee heel veel honger en dachten van, ja, we gaan geen eten maken, we gaan gewoon pizza bestellen. Dus in mijn straat hebben we zo'n pizzeria. En we komen eraan en we wonen daar binnen. En dan is dat al heel moeilijk om te bestellen, omdat je al iets hebt van, oké, we willen deze pizza, maar ook deze pizza. Oké, we gaan twee pizza's bestellen. En dan stel van, ja, willen we dit, willen we dit? Terwijl dan die mensen ook denken van, kun je keuze niet maken voordat je hier binnenkomt? Maar ja, is wat. We bestellen onze pizza en we gaan buiten zitten, want het is een heel mooie zomerdag. En we wachten. En echt gewoon denken van, oh my god, dit duurt echt gewoon, ik weet niet hoe fucking lang, what the fuck. We hadden beter gewoon een gevroren pizza gekocht en die opgewarmd. Maar is wat, wij zijn dus aan het wachten. En ineens komt er een man naar buiten met dan twee pizzadozen en wij zo, oh, fucking finally, weet je. En die man komt naar buiten gestapt en ik neem die twee pizzadozen vast. En ik kijk naar die man en dat was eigenlijk zo'n heel vreemd moment. Ik denk van, oh, dit mag ook wel vriendelijker zijn, hè. Was dan even, zit hier buiten te wachten, het kun je lang geduurd. En dan gaat hij nog een keer kwaad naar ons kijken, what the fuck. Dus ik neem die twee dozen en wij beginnen zo weg te wandelen. En ik hoor opeens, hey! En ik draai mij om. Bleek dat ik gewoon een klant was die zijn eigen pizza naar buiten was gewandeld en dat ik die gewoon die gast had afgepakt. En wij zijn heel chill die pizza en zo, oh, I'm so sorry, teruggegeven. Zodra die man wegwandelde, zijn we gewoon altijd op de grond gevallen van het lachen en denken, wow, what the fuck, dit is gewoon zot. Maar ik denk dat dat een van de grappigste zatte momenten is geweest die ik ooit heb gehad. Die niet vernederend was. Ik zou zo graag het verhaal van die man ook willen horen, van hoe die dat heeft beleefd, die situatie van, ja... Maar heeft hij ook niet gewoon... Die heeft dat gewoon gegeven, of... Die had van, ja, maar ik had ook iets van... Die was ook helemaal overweldigd. Ik was ook gewoon zo zeker dat die van ons waren, ja. Dat ik gewoon deze heb afgenomen. Ja, en volgens mij besefte hij ook niet van... Wat gebeurt er hier? Ja, inderdaad. Totdat wij wegwandelen. En toen was het van, hey, those are mine. Ik dacht die waren van ons. We hadden zo lang gewacht, maar... Whoops. Heb je de pizza's uiteindelijk nog gekregen? Ja. Oké. Okay. Ja. Niet vlak erna eigenlijk. Oh, oké. Zo lang. Oké. Ja, crazy. Ik vind het echt... Heb je nog zo'n die zatte... Heb je vaak zo'n momenten? Ook zonder zat te zijn. Zotte momenten misschien gewoon. Ja, ik heb gewoon momenten dat ik denk van... Ik ben iemand die ook helemaal alleen heel veel plezier kan hebben. Ik heb, weet je, ik zal van die stomme dingen doen dat ik van... Oh my god, ik heb over laatst bij ons thuis gekookt en ik had dan zo... Ik ging mijn eigen pasta saus maken. En we hebben twee vrienden die zo pas een eigen restaurant hebben geopend en ook heel goed kunnen koken. Ik denk, ik ga gewoon zelf ook eens iets maken voor hun, om zo iets terug te geven. En ik zeg, ik ga de pasta saus helemaal uit scrap gewoon van niets maken. Ik heb daar heel lang aan gewerkt en uiteindelijk moest ik gewoon nog de saus blenden, zeg maar. En ik had daar in zo'n mixer gestoken en ik begin om mee te blenden. Ik had het dekseltje er niet op gedaan. In mijn hele keuken ging gewoon pasta saus. En dat ik echt gewoon die keuken uitstapte met een overal saus op mij. Ik zeg, I'm going to the store and buying some tomato sauce out of the jar because the other one is gone. En dat was echt gewoon, ik denk van, oh my god, what the fuck. En ik heb daar ook zo lang gewerkt. Ik was echt, denk van, oh my god. Dat is nog het jammer eraan. Ja. Dat ik zoveel moeite heb gestoken. Ja. Dus ik zal nog een andere stok uittrekken. Wacht, hè. Do. Alright. Maar heb je trouwens die kleine sokjes gevonden? Zelf gemaakt. Ook, de kleren zijn volledig zelf gemaakt. Wauw. Amai, knap. Bedankt aan mijn zus nogmaals. Dank je, Jo. Jo. Dank je wel, Jo. Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt? De pizza uit iemand zijn handen trekken. kan daar nog iets boven? De grootste fout die ik ooit heb gemaakt. Oh my god. Oké. Ja. Aan de zucht voel ik dat hier een onwaarschijnlijk verhaal gaat aankomen. Het is eigenlijk een stom verhaal. Maar het is geen stom verhaal. Oké, heel lang, niet heel lang geleden. Dit is eigenlijk een verhaal dat ik niet vaak vertel. Dus, anyway. Die hadden echt gewoon blootstellen nu, zijn. Dat is de bedoeling, hè? First of all, ik ben biseksueel, dus mannen en vrouwen. Ik ben jaren geleden naar een feest geweest, een afterparty, en daar was een gast met wie ik ben beginnen praten en die was best aantrekkelijk en we waren zo aan flirten, bla bla bla. En
We zijn toen op een paar dates geweest. En eigenlijk ging dat heel goed. Dat ging heel vlot. Maar eigenlijk bleek dat gewoon een klootzak te zijn. Maar ik was wel zo almost falling in love. En eigenlijk bleek dat wel een klootzak te zijn. Dus hij heeft me achteraf gewoon van de een op de andere dag gewoon zeg maar gedumpt. Wat ik eigenlijk wel jammer vond. Hij was van Australië. Hij was een acteur. Op dat moment was hij geen bekende acteur. Op dit moment wel. En ongeveer een jaar of zo later zag ik dat hij zo weer in mijn DM's bezig was. En ik denk, die wil ik gewoon zo een hook-up hebben. Ik zeg, oké, is goed, ik ga met je meekomen, we gaan samen iets gaan eten, bla bla bla. We zijn iets gaan eten, achteraf iets gaan drinken. En ik was dat heel gezellig. En op het einde van de avond wilde hij mij zo kussen. En ik heb toen ook gewoon mijn hand op zijn gezicht gezet en weggeduwd en gezegd, did you really think I was going to kiss you after what you've done, you stupid fucking asshole? En hij echt gewoon van, wow, je hebt echt op gewacht om mij zo terug te pakken. En ik zeg, ja, het voelt exact zoals ik het wilde eigenlijk. 2 maanden later wordt hij gecast in een American Horror Story seizoen door Ryan Murphy. Daarna werkt hij in de Versace-serie. En nu is dat een bekende acteur. Die heel goed bezig is. En ik heb iets van, damn, weet je, did I burn a bridge? Maybe I did. But ja, op dat moment ik iets van, dat is eigenlijk wel iets heel stoms dat ik misschien niet had moeten doen. Zo. En ik is eigenlijk kinderachtig, ja, wraak nemen. Maar, en ik ben ook geen persoon die graag wraak neemt. Maar ik dacht van, weet je wat, fuck it, why not? Just because I can. En ik denk wel, ik was eigenlijk heel stom bij mij. We hebben ook een nieuwe rubriek in een vriendenboekje en dat heet Galletje. Dus het woord wat wij gaan raden is de naam van de acteur. ik begin met de E. Voornaam en achternaam of enkel de voornaam? Ik ben heel slecht met namen. Achternaam. Dit is echt iets voor achternaam. U. Ga je dat bijhouden? Ik ga popcorn halen, ik ga gewoon kijken. We doen dat na de opname. Ik ben echt benieuwd. Ja. Want ja, misschien is het ook niet ideaal om dat nu zo hier open en bloot... hij zal wellicht niet kijken, denk ik, maar... You never know, hè. Ja, is wel. Eigenlijk, dat is de eerste wereldster die we hebben. Daar staan we te weinig bij stil. You're famous. Really famous. Hey. Nee, jij. Oei. Ja, ik vind u ook toch alle vrij bekend. Dat is misschien niet in België, maar toch in het wereldje. Dank je wel. Heb je toch wel grote achievements gedaan, want je hebt ook veel reclamecampagnes gedaan, heb ik gezien. Ja, ja. Dus uiteindelijk... Dank je wel. Dat is ook zo'n verschil in perceptie hier en daar, denk ik. Want als je zo... je hebt al een heel palmarès aan dingen die je gedaan hebt. En als je dat hier in België zegt van ik heb dat en dat en dat gedaan, dan zeggen wij allemaal... Wauw. Maar ik denk dat daar is dat... Daar is dat heel normaal, hè. Ja. Maar ik kan er wel een perspectief zetten voor mezelf. Dat ik denk van, wow, is wel cool, hè. Ik vind het wel cool. En ik irriteer me daar ook mateloos aan, eigenlijk. Dat hier, nee. Dat typisch Belgisch, vind ik, of wat heel veel gebeurt, met Belgen die het in het buitenland heel goed doen, of in een tak het heel goed doen, die niet zo bekend is bij ons, bijvoorbeeld niet voetbal of wielrennen, dan heb ik het vooral over sporters, die worden zo'n beetje in de vergetenheid gedrukt. Bijvoorbeeld Luca Brecel nu, om in Maasmechelen te blijven. Luca Brecel is eigenlijk al... Oei. Oei. Belg, vorig jaar wereldkampioen snooker geworden. De allereerste Europeaan ooit. Europeaan van het vasteland, moet ik daar wel bij vertellen. En tot daarvoor boeide niemand om de heer Luca Brecel. Terwijl die eigenlijk wel al jaren gekend staat in de snookerwereld als het talent en... De rockster binnen de snoekerwereld. Want hij is wel... Ik wil niet zeggen, hij is niet berucht, maar hij is wel flamboyant. Hij heeft wel een rockster gehad, wat ik wel altijd cool vind aan sporters. Ja. Dus tot vorig jaar in België, niemand kende Luca Brecel. Terwijl ik denk van, oké, Remco Evenepoel, wat hij bijvoorbeeld doet, dat kennen wij dan weer heel hard. Omdat dat ingebakken zit in onze cultuur. Wielrennen. Ja, wielrennen en zo. Maar eigenlijk, kom aan. Ja. Voilà. Fair. Goed. Volgende vraag. Ik ga nu het jasje uitnemen. Ja, moet een beetje met die armpjes, denk ik. Okay. Dat is een mooi gezichtje dat je gevonden hebt, trouwens. En met een kop erop. Ja, bedankt voor zo'n mooie dingen. Ja, bedankt. Te laten publiceren. Voilà. Goed. In het jasje staat... Wat is je mooiste jeugdherinnering? En wel, in het algemeen zou ik zeggen, ik was vroeger geobsedeerd door magie. Ik vond het altijd leuk om zo goocheltrucjes te doen. Dus ik heb heel vaak
goocheltruc is voor mijn mama gedaan. Shout-out to the mama. omdat ze, ja, ze wilde het ook altijd zien. Dan was ze wel bezig met haar fulltime job in het huishouden en zo. Ik zei, ah, mama, wil je een kaartje zien? Wil je dit? En ze speelde me ook altijd mee, wat ik heel erg leuk vond. Maar de leukste jeugdherinnering, en ik besef me nu pas dat het eigenlijk iets helemaal anders is als ik dacht. Dus ik dacht oorspronkelijk van, ah, ik ben gaan parachutespringen met mijn juffen van biologie. Ja, wel, mijn juffen van biologie ging parachutespringen. Ja. En ze had een keer in de les verteld. Ik zeg, wow, ik wil dat wel een keer doen. Maar opzij zei, oké, dan gaan we dat gewoon samen doen. Ze zijn samen in Genk gaan parachutespringen. Heel erg leuk was. Ik vond dat heel tof. Ja, speciaal zo, juffen biologie. Dat is ja. Wel... Dat is zo niet de persoon waarmee je verwacht dat mensen gaan parachutes. Maar dat was echt een toffe juffrouw. Dat was echt een toffe juffrouw. Dezelfde juffrouw biologie als net van de ja. Pico. Ja. Oké, okay. Okay, dan ben ik mee. Dat was echt een heel toffe juffrouw. Ze heeft me wel in het begin van haar lessen in het, zo'n kot gestoken achterin. Omdat ik blijkbaar heel veel vragen stelde. Heel toffe juffrouw. Ja. Maar ze was ook heel tof. Maar ik stelde gewoon constant vragen. Ik heb zelfs zo een papier gekregen waarop stond dat ik maximum denk 3 of 5 vragen per les mocht stellen. Maar ik kon... Wat? Like, onderwijs. Maar ik, ja, ik vond dat, ik denk... En dat is waarom de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Maar in her defense, ik stel ook wel vragen dat ik denk van, oh, jongen, houd die kop nu een keer. Maar ook zo totaal niet relevante vragen. Maar ik denk, biologie, alles, alle vragen die je hebt, biologie ga ik vragen. En van, zeg, ik weet dat het niet over de les gaat, maar waarom is Luc blauw? Ah, oké. Okay. Dan verwacht je wel van, oké, weet je. Oké, jij hoorde dus wel tijdens dat kot. Je verdient het. Waarom is het? Heb je antwoord gekregen? Nee, ik ben aan de kot gestoken geweest. Ik zou niet weten. Maar ik heb het wel online opgezocht en blijkbaar omwille van de reflectie van het water, denk ik. Maar een andere leuke jeugdherinnering is dat weer van het goochelen. Toen ik klein was, hadden mijn mama en mijn zus... ik zei tegen hen van, ik wil eigenlijk graag onzichtbaar worden. En zeiden van, oké, we gaan een keer doen. Ik weet nog heel goed dat ze toen zo een deken over mijn kop hebben gegooid. En mij in een kelder hebben gestoken, is niet waar. Maar ze hadden zo'n deken over mijn hoofd hebben gegooid. En dan zo'n toverspreuk zeiden. En dat deken van mij afkwam. En dat zij mij gewoon niet meer zagen. En nu, op oudere leeftijd, besef ik van... Weet je wat, volgens mij hebben ze dat gewoon gespeeld. Uiteraard was ik niet opeens verdwenen. Maar op dat moment was het wel van, Jordi, waar ben je? Oh, waar is Jordi? Blauw. Ik zei, ben hier. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En dat, ik denk dat even mijn leukste jeugdherinneringen is. Gewoon het feit dat ze eigenlijk mij zo niet meer hebben gezien voor 20 jaar lang. En dat vond ik wel leuk. Nee, niet 20 jaar, maar anyway. Maar dat is hier nu nog steeds niet. Want dat is waar. Vandaag dat ik naar Amerika ben geweest, hè, denk ik, ze missen mij toch niet. Nee. Maar dat was wel een van de leukste jeugdherinneringen. Ja. Kent je kaartentrucjes nog? Ik kan dat wel, ja. Maar volgens mij ligt dat hier. Savannah. Eens kijken. Ik ben altijd benieuwd, hè. Ik vind dat altijd... En wat gaat je doen? Een goocheltruc, hè? Ja. Oké. Okay. Oh, die kan nog wel zo schitteren. Vind ik ook al cool. Zo die... Dus wat we eerst gaan doen is... Wie mag de truc doen? Wie wil het meespelen? Ik wil dat doen. Ja? Goed, moet je één kaart nemen? Maakt niet uit welke kaart. En jij mocht die niet zien? Ja, uiteraard. Hè? Ik zal even zo... Wacht, ik laat die even... Wacht, hier. Kunnen we die klaas uit? We hebben hem. Ja? Oké. Okay. Ik ga de volgende met u doen. Jij mocht gewoon stop zeggen wanneer je wilt. Stop. Oké. Okay. Uw kaart moet er bovenop leggen. En ik ga dat even goed bezig zijn. Ik ga even mezelf aan de kant zetten, dan kan ik het hier... Ja, doe maar. Sorry. Geef het even bij, Zaak. Nu, omdat we in een café zitten, gaan we daar een leuk café toch even maken. We gaan een gokspelletje spelen. Als je je kaart ziet, moet je niks zeggen. Dat is het enige wat ik aan je vraag. Ja? Ik ga gewoon alle kaarten één voor één omdraaien. En één keer dat ik weet dat ik uw kaart ga omdraaien, zal ik het wel laten weten. En eigenlijk is dat, gelijk al zei, een heel leuk trucje om op een café te doen of een bar te doen, omdat je weet van, ja, je kunt een gratis drankje mee krijgen of je kunt geld mee krijgen. Goed, oké. Okay. Nu komt de truc. Ik denk dat de volgende kaart die ik omdraai, uw kaart is. Als ik gelijk heb, krijg ik van u een koffie. Als ik fout ben, geef ik u 100 euro. Oké. Okay. Om dat te checken, hè? Maar wacht. Je geeft mij 100 euro, of wat? Ja. Als het fout is? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Voor ik had beter meegedaan. Voor de koffie doe ik het wel, hoor. Dat was je kaart, hè?
Ja, dat klopt. Wauw, one publiek, amai. Nee, ik ga heel eerlijk zijn, ik weet hoe hem werkt. Ja. Ja, jij is als iemand die dingen doorgeeft en zo. Ik denk dat ik weet hoe hem werkt. Maar ik vind het wel nog altijd impressive. Want deze uitvoering had ik nog niet gezien, want ik had een andere uitvoering. Lees maar... jij gewoon mijn dinges af als ik die kaart zie? Nee. Maar dat, ja, het is een goocheltruc, hè? Ja, dus we mogen het niet zeggen. Nee, we mogen het niet zeggen. Goochelaars. Anders krijg je de vereniging van goochelaars die achter... Ja, hoe denk ik dat ik naar blauw oog kom? Ja, anyway, dat is het truc. Ik vind het wel leuk. Goocheltrucs scoren altijd goed bij mij. Ja? Ja, ik vind het altijd heel leuk om te kijken. Ik ook echt wel eens, hè. Ik vind het altijd leuk om zo, ja. Ik heb ook zo in L.A. de Magic Castle, waar ze dan ook heel veel goocheltrucjes doen en zo. Ik ben er wel geweest voor een opname, maar niet voor de show. Dus ik wil graag een keer terug gaan om dan de show te gaan bekijken. Ik vind het ook altijd leuk, zo America's Got Talent, heb je zo elk jaar wel zo één crazy illusionist. Ja, dat is iets minder goochelen, maar dan denk je echt van wow. Er is zo ooit eens een kerel geweest die zo de kleur van zijn jasje kon laten veranderen, vond ik echt heel cool. Dat weet ik nog heel goed. En de vraag is altijd, waar leren die mensen dat? Want je hebt mensen gelijk Jordi, die dan vaak zeggen, nee, dat is een goocheltrick, dus ik mag niet zeggen dat dat werkt. Ik ben naar een goochelschool geweest toen ik kind was. Dat is echt zo. In Maasmechelen? Nee, dat was in... Oh my god, waar was dat alweer? Dat was in een sporthal ergens, maar ik ben vergeten waar het was. Lanaken? Ik denk Lanaken misschien. Ja, daar wonen alleen maar gekke mensen. Ja, Lanaken. Dat waren eigenlijk... Dat was een hele hoop volwassen mensen en ik was eigenlijk de enige... 8-9-jarige, dus die mannen die 30, 40, 50 jaar waren. Maar ik was dat tof, want we deden eigenlijk gewoon allemaal goocheltrucs. Ze toonden allemaal trucs één voor één en dan waren we erover aan praten en zo. En ik heb daar eigenlijk best wel veel aan geleerd, hoor. Ik ben al die hun namen kwijt, ik heb ze ook al jaren niet meer gezien, maar het was... Best veel van geleerd. Het was magisch. Oh, wauw, wat een mooi. Dus, voilà. Voilà, de eerste keer dat ik het zie ruiken in een aflevering. Ja. We leren bij, Nice. Oké, okay. Nog twee kledingstukken te gaan. Even zien, is dat een rok of is dat een broek? Dat is een broek, maar het lijkt op een rok omdat de pijpen een beetje los zijn gekomen. Dat is niet erg. Het is back in fashion. Oh, ja. Helemaal naakt, dat is niet erg. Eens even zien. Da-da-da-da. Oei, oeps. Dat is nog niet erg, dus dat hoort zo. Oké, goed. Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen? En wel, zoals ik straks al zei, het mooiste compliment. Yeah. Kwam een Katy Perry na de auditie die ik had ingestuurd. En zij zei van... I picked you myself. En dat vond ik wel cool. Maar is dat gebruikelijk dat de artiest dat zelf kiest? Dat is een heel goede vraag. Bij mij is dat de eerste keer geweest dat ik het van een artiest heb gehoord die het zelf heeft gekozen. Ik denk wel van mensen die dan, zo muziekartiesten en zo, die ook effectief meewerken aan het concept van hun muziekvideo's, dat ze wel een input willen hebben van ik wil dit. Dus ik ga zeggen, ja, ik hoop dat veel artiesten die creatief bezig zijn wel een input op willen hebben. Ja, ik zou dat als artiest ook hebben. Ja? Ik zou dat niet zelf loslaten. Nee, ik zou het zelf, ik ben daar te autistisch en perfectionistisch voor, ik moet zelf weten wie dat er langs mij komt zitten. Ja, dat snap ik. Ja. Want ja, als het dan niet goed is, dan voelt je daar toch slecht over van ja, ik had dat moeten checken of zo. Dat is waar. Ja. Maar wat als is het mooiste compliment, denk ik. Heb dan, ik heb nog even een vraag over hoe zo'n dag, want je moest om 3:00 ochtends... Ik weet dat was zo vroeg. Neem ons eens mee naar de opname van zo'n videoclip voor Katy Perry. Hoe gaat dat zijn werk? Dat was 3 dagen lang. Ik werd wakker om, denk ik, 1:00 ochtends. Ik had niet veel geslapen, ik was om 10:00 gaan slapen. Plus, ik heb mijn haar nog moeten kleuren diezelfde dag. Dus, en ik was ook aan panikeren omdat mijn haar niet dezelfde kleur bruin was. Ik dacht van, oh my god, ik ga eraan komen en zeggen, this is not what we wanted, how dare you, you're not professional, lalalala. Anyway. Ik was helemaal smakelen. Dat was het dan, hè. Terug naar de village. ik kwam daar dan heel vroeg aan op de parking en ik kon dat doorlopen. Ik moet weten, die hadden iets van, ik denk bijna 200, 300 figuranten. Dus je komt er al aan en dan staan ook geen bordjes van... Jordi, jij moet die kant uit. Dus dan loopt het al zo'n beetje rond en denk je van, oké, ik zie de trailers, bla bla bla. Maar dat zijn geen veel trailers. Dat is niet enkel Katy Perry trailer. Dat is de producers, de director, de creative director, de wardrobe person, de hair and makeup person, the other wardrobe person, de background. Weet je, er zijn heel veel trailers en denk dan, oh my god, de production office. En denk dan, oh. En soms staan er wel bordjes op, maar op deze moment stonden er geen bordjes op. En ik liep dan gewoon, ik zeg, hey, nou waar moet ik echt gewoon zoeken naar waar ik moest gaan? En opeens kwam zo'n gast van me afgestapt die eigenlijk best gemeen was. En dan moet ik wel zeggen, als je migrantenwerk doet in Amerika, hebben wel mensen, dan worden echt zo ook wel deels als uitschot behandeld, omdat ze gewoon zo druk zijn. En hun prioriteit is niet
de figurant, de 100ste figurant weten. Ja, ja. Dus van, oh, everyone is back there, just go back there, just follow that line, just over there. Dan denk ik van, oké, okay, alright. Dus ik kwam op die richting uit. En ineens komt zo'n mannetje op mijn golfkar aangereden. Oh, Jordy, hey, Jordy, good morning, Jordy. Ik zei, oh, hi, wow, hi. En zegt, hey, my name is Ben, bla, 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 bla. Golfkarretje gesprongen, zijn naar de trailer gereden. Ik kwam eraan en de... Eerst hebben we documenten moeten tekenen, hè, al die papieren. Ja, ja. En toen zijn we in de wardrobe trailer geweest, waar B. Ackerland stond. En B. Ackerland is... ja, dat is een wardrobe person. En ik ook een designer en zo. En ik heb er eigenlijk wel heel veel respect voor. En ik wist wel wie zij was van social media, maar ik wist ook niet dat zij aan deze ging meewerken. Dus, en ze had niet veel tegen mij gezegd, maar wat ze wel tegen mij zei, ik ga dat ook nooit vergeten, ik vond dat heel zalig. En ze kwam binnen. Ah, Jordy, wait. En ze kijkt zo door alle kleren in, had zo, poep, zo'n broek eruit, zo'n kleren eruit. En ze geeft aan mij en zegt, try it on, try it on. En ik deed dat aan. En zij deed deze. It's made for you. En dat was het enige ze tegen mij zei. Ik zo, wow, great. En toen ben ik na, kwam Ben terug. Ja, ze zijn naar de hair and make-up geweest. Heeft ze daar mij afgezet met die man beginnen praten en zo. Over, wie is de artist? Oh, it's Katy Perry. Oh, wow. En daarna terug naar het set gegaan. En we kwamen onmiddellijk aan bij de rollercoaster. En dat is de, hoe heet die rollercoaster weer? Dus dat is Six Flags, Magic Mountain. En de Full Throttle, zo heet die rollercoaster. En dat is eigenlijk gewoon een rollercoaster waar je gaat zitten. En dan zo 3, 2, 1, word je afgeschoten. En dan is dat onmiddellijk al zo, woep, een loop. En dan gaat het wel, hè. Heel tof. En dat is ook toevallig een van mijn leukste, en ik heb dat graag teamparken. Dus ik was een van mijn leukste rollercoasters. Ik denk, oh my god, great. En kwam daarna, alle figuranten stonden ook al klaar. En alle producers en echt gewoon een heleboel mensen konden mee afgestapt. En ik zei dat tussen Katy Perry staan en zo. En dan, hey Jordy, so this is what's going to happen. This is what the day is going to be looking like. Blah, 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 blah. You're going to be sitting down, da, da, da. En, hey Katy. En dan kwam Katy naar voren. Hey, I'm Katy Perry. Ik zeg, hi, I'm Jordy. En hij zei, yeah. Oh, Katy Perry. Nice to meet you. En ik zei toen gezegd van, hey, I saw your video, I saw your audition, I loved it, I picked you myself, bla, bla. En toen zijn we begonnen met de choreografie, want er was ook een hele choreografie bij, wat uiteraard niet in de video is beland, omwille van editing, denk ik, of gewoon... dus het was een hele choreografie. Ik heb een hele choreografie geleerd. Katy Perry is met ons meegedaan uiteraard, want ze moest ook die choreografie doen. En uiteindelijk hebben ze daarvan... Want dat was dan eigenlijk naar die carousel, naar die rollercoaster toe wandelen en zo iets speciaals doen. Uiteindelijk is dat gewoon geworden van naar je plaatje lopen, zitten. Verschillende locaties ook gefilmd. En dan hebben we eigenlijk zo 3 dagen in een stuk gedaan. En dat was super zalig. Heel lange dagen gehad en heel vaak op set. Afhankelijk van het project weten van, oké, we gaan 12 uur op zet staan, soms zelfs 16 uur op zet staan. Oh, klinkt zo vermoeiend. Het is heel vermoeiend, maar het is ook heel erg leuk. Ja, het is gewoon zo fun dat je... Ik snap dat wel. Want mensen zeggen dan vaak van, maar dat is zo vermoeiend, dat is zo lange dagen. Maar als je dat echt graag doet, dan... Ja, dan boeit het eigenlijk niet veel. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, zo zag dat eigenlijk 3 keer naar elkaar uit. Ja, heel tof. Ik zal dat laatste kledingstukje nog een keer uittrekken. Voilà. Welk lied wil jij graag op je begrafenis? We zijn echt bij het einde aangebroken. Ja. Death. Mijn oma is helaas 7 maanden geleden overleden. En toen besefte ik eens van... Damn, ik heb eigenlijk helemaal geen liedjes voor mijn begrafenis. En ik wil dat liefst zelf plannen ook wel. Ik vind dus opeens... weet ik veel, laat het gast mijn goede speelt, dat ik weet het, dat ik denk van, oh my god. Dus ik ben zo een playlist begonnen op mijn Spotify, dat heet gewoon When I Die, met dan liedjes die ik graag wil horen. En ik denk, het liedje dat ik op mijn begrafenis wil horen is, ik denk dat genaamd The Home of the Dead Home, door The Cinematic Orchestra. Ja, ik zou een heel zielig en mooi liedje, ja. Dat is een heel mooi liedje, ja. Dus dat wil ik graag mijn begrafenis horen, ja. Maar dat zijn meer liedjes. Ik heb een hele playlist, hè, met liedjes. Ja, maar even voor die playlist. Dat lijkt me ook... Dat lijkt me toch ergens zo'n rare feeling. Of een raar gevoel van... Ik ben hier bezig met het einde van mijn leven. Wow. Pas op, ik moet wel zeggen. Ik weet ook al welke liedjes ik zou willen. Echt niet. Ja, ik vind het ook leuk dat iemand zo zegt... Ik heb daar al een playlist voor. Want iedereen kijkt mij altijd zo raar aan als ik zeg... Ik wil dit en dit en dit. En ja, nu ben ik blij dat er iemand is die ook heeft er al over heeft nagedacht. Ik weet bijvoorbeeld, ik zou het heel... Ja, dat is misschien heel fout. Ik zou het grappig vinden mocht als mijn kist binnen wordt gedragen op de dienst of mijn urne. Daar ben ik dan nog niet over uit. Zou ik het leuk vinden, omdat ik graag voetbal kijk, dat het de Champions League hymne is die begint te spelen.
Ja. Ja, ik ben zo'n flauwe onnozelaar die dat grappig zou vinden. Nee. Ik weet niet of mijn familie dat zo op rij kon stellen, maar dan zou ik op dit moment zou ik zoiets hebben van, ah, dat zou ik wel willen. Hoe moet jij dat doen? Ja. Life is a Highway zou ik ook heel graag willen, vind ik echt een heel mooi liedje. Toen wie wordt dat gezongen? Life is a Highway. Rascal Flatts. Rascal Flatts. Ja, dat vind ik... Cool. Dat zou ik heel graag willen, bijvoorbeeld. Ik zou graag Katy Perry willen. Welk liedje? Ik ben de titel kwijt. Hot and Cold. Ja, dat is ook een goed liedje, hè. Hot and Cold. Change to the Rhythm. Aangezien je dood bent, vooral de laatste. Cold? Ik wou zeggen, From Hot to Cold. Nee, Nee, ik ben er totaal niet mee bezig. Ook niet of ik begraven worden, gecremeerd, welk liedje. Ik heb dat helemaal uitgeplant al. Ja? Echt? Ja. Maar ik vind dat niet erg, omdat ik denk van... De dood kun je toch niet vermijden. En nee. Ik het zelf wat plan. Maar ik zou het liefst wel uitstellen, zoveel mogelijk. Ja, ik ook, hè. Maar... dat is toch de ambitie. Ja. Ja. En uw playlist... heeft iemand die? Kan iemand eraan? Stel dat het nu gedaan is, heel cru gezegd. Nee, nog niet, maar ik... Want dan heb je er niet veel aan, hè, kameraad. Ik weet het. Maar ik vertel het nu, dus dat mensen weten dat ik een playlist heb met Spotify. Dan moet je nog weten welke... When I Die, is openbaar. When I Die, nog niet ik kan hem openbaar maken. Ja, misschien wel. Like en subscribe, hè. Bij de 10.000ste volger mag iets komen zeggen van voor aan het altaar. Een dankwoordje. Ja, dat is waar. Voilà. Van de dood, toch nog even terug naar de toekomst. Ja. Wat brengt die voor jou, Jordi? Wel, ik ben heel content met alles wat ik nu mag doen. Dus ik denk gewoon, als ik mag blijven doen met wat ik nu bezig ben, en gewoon op een grotere schaal en grotere projecten mag werken, ben ik heel content. Als ik heen en weer mag blijven reizen tussen België en Amerika, ben ik ook heel content. Als ik gezond mag blijven, ben ik ook heel content. Ik denk niet dat ik zo... Dat is misschien heel stom gezegd, maar alle grote dromen... die ik had als kind, van oh, ik wil een film meespelen, oh, ik wil naar LA gaan... Ik heb dat eigenlijk allemaal gedaan, waar ik heel content van ben. Dus ik heb zo alle bullet points die ik echt wilde doen, zo al kunnen afchecken. En nu denk ik van, oké, nu kan ik echt gewoon werken aan een sterk repertoire bouwen. En gewoon heel veel plezier erbij hebben en goed geld verdienen eigenlijk. Ja. Ja. Over geld. Ik wil nog even iets vragen. Dus, oei. Altijd, ja, sorry. Dat is niet erg. Maar... Je laat het zo lijken alsof ik u nog ik weet niet hoeveel geld verschuldigd ben. Ik zit hier echt in de shock van, what the fuck. Ja, sorry. Ja, er is altijd die perceptie, Amerika is heel duur. Ja. Ja, ja. Vertel eens. Die klopt. Klopt het niet? Ja. Amerika is heel duur. Ik moet wel zeggen, het geld dat je verdient... is ook iets meer, omdat de levenskosten gewoon zo duur is. Ja. Denk voornamelijk zo naar de dokter gaan en het ziekenhuis is ongelooflijk duur. Ik ben pas naar de oogarts geweest in Amerika, omdat ik alweer, ik heb deze. Ik ben naar de oogarts geweest en ik had zo het beste van het beste gezocht, omdat in Amerika zeggen ze ook, het is allemaal, je kunt kiezen hoeveel geld je wilt besteden aan je medische zorg. Dus, ja. Maar dat wil ook zeggen dat je de beste van de beste dokters kunt kopen. Dus ik heb de beste van de beste oogdokter gevonden in Beverly Hills. En dat kostte mij €300 om daar op bezoek te gaan. En dan ben ik een keer moeten teruggaan, een keer €300, dat was dan €600. Ik ben hier pas in België naar de oogarts geweest en ik heb €25 betaald. Dus de kosten daar zijn wel heel veel hoger, zeker medisch gesproken. En dan kost cost of living in Los Angeles, het is ook geen goedkope stad. Je kijkt al heel snel naar €2,000-€3,000 per maand, gewoon voor je appartement. En dan wil dan ook zeggen, oké, heb jij utilities, je internet, je elektriciteit, je water, je gas, parkeerplaats. Als je geen parkeerplaats hebt, moet je een parking permit hebben voor je straat. Je moet ook een keer voor betalen. Wil je rondrijden, als je benzine. En je moet overal parking betalen, hè? Overal. Bij ons kunnen ze nog je blauwe schijf leggen met dan het uur erop. Bij ons is dat niet. Ja, oké, maar smechelen, maar... Ja. Maar smechelen maakt niet zoveel uit. Maar hier in Hasselt parking zoeken, dat gratis. Succes! Ja. Ik ben er vandaag niet in geslaagd. Nee. Ik heb gewoon op de Star geparkeerd. Onder de Star geparkeerd. Ja. Maar het ding is... Amerikanen, echt geboren en getogen Amerikanen. Zeggen die ook van, het leven is duur of... Zeg je van, het is duur uit perceptie van België bekeken. Zeggen mensen daar ook van, het is echt wel duur. Het is, ze zeggen het ook zelf, maar dan krijg je je typische democraten en republicans. Ja. En dan de democraten zeggen van, wow, life is so expensive. Terwijl dan de republicans zeggen, you don't want to work. You live off the government, that's on you. Weet je, ik heb al die, you work hard, you make a lot of money, and
fuck everything else, weet je. Dus dan besef ik wel van, oké, deze mensen echt gebaseerd op financiën en hard werken en veel verdienen. Het wil democratisch zijn van, what about our quality of life? En terwijl als Europeaan denk ik van, alright, het beste dat je kunt doen is in Amerika gaan werken en je geld in Europa opmaken. Omdat het hier goedkoper is om te leven, vergeleken met Amerika, voor mij toch. Ik kan een appartement in Antwerpen huren voor, ik weet niet, misschien €800.000 per maand. En hebben we al iets oké. Terwijl we 800.000 in LA zitten al aan de kant waar je niet wilt zitten. Eigenlijk met die loon daar zou je hier heel wat kunnen. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Word je toch als een van de rijkere bestempeld van hogere lonen misschien. Ja. Een goed voorbeeld is... Sorry, Studio 100. Ik ga dat niet leuk vinden, maar oké. Ik heb een Plopsaland kopen. Eigenlijk heb ik Plopsaland al gekocht. Dus enkel in door Hasselt. ik heb ooit een keer auditie gedaan voor Studio 100. En ze hadden toen gezegd van, oké, er zijn repetitiedagen, lalalala. Je krijgt daar, ik ga moeten gokken. Ik denk dat dat iets op de €250 was, of €150 voor, denk één of twee dagen filmen of zoiets. Maar dan ook een repetitiedag. Dat was voor prinsessen, ja, ze willen een prins hebben. En, ja. Maar wacht, ben jij een prins geweest? Nee, ik heb dat niet gedaan. Ja. Omdat... Wauw. Ik was toen ook al in LA en ik kreeg daar voor één dag filmen €600 betaald. En dan kwam ik in België aan en denk ik, wauw, die vragen heel veel meer werk voor heel veel minder geld. Dat voelt gewoon niet eerlijk aan. Maar het probleem is in België, en overal eigenlijk, als ik het niet doe, gaat iemand anders het wel doen. Dus de prijzen blijven ook gewoon heel shitty. Ja. Ik hoor dat ook van mensen die aan projecten meewerken met Studio 100, het geld is niet zo goed, terwijl Gert Verhulst wel... Niet Gert Verhulst, maar terwijl Studio 100 wel kapitaal heeft om beter te betalen. Maar ja, waarom zou ik je meer betalen als ik weet dat je het sowieso goedkoop gaat doen? En als jij niet doet, gaat hij het doen. En als hij niet doet, gaat iemand anders het doen. Want er zijn altijd studenten van kunsthumaniora's en toneelscholen en musicalscholen die dat wel willen doen. Dus ze houden wel een laag budget. Hij heeft even het systeem uitgelegd gewoon. Ja. It's true. Ja. Inderdaad, zo is het. Ja, ik weet dat we op het einde zijn, maar ik heb nog zoveel... Ik ben nu... Je mag me zelfs in het kot steken, omdat ik te veel vragen stel. Maar even zo Hollywood en zo. Ja. Zeg eens even wat zo... Zo een beetje juice. Zo even... Zo wat geheimen zo. Wat wil je horen? Ja, dat weet ik niet. Oké, bijvoorbeeld Hugh Jackman gaat scheiden van zijn vrouw. Heb je misschien al gehoord? Nee. Weet u wie Hugh Jackman is? Ja, okay. Van The Greatest Show. Ja, inderdaad. En heel veel andere filmen, maar ja. Ik heb alleen The Greatest Show gezien. Wel, hier is een fun rumor. Ik ken iemand die in een bar werkt waar Hugh Jackman regelmatig langskomt en blijkbaar gaat Hugh Jackman dan naar die bar en dan gaat hij... Oh my god, als ik ook met Hugh Jackman samenwerk, gaat hij eens keihard tegenvallen. Waar hij dan naar die bar gaat en dan gewoon jongetjes, volwassen mannen, niet minderjarig, jongens meeneemt naar zijn thuis om daar dan zo van te krijgen. Dus hij heeft al jaren dat hij met jongens gewoon zo hook-ups doet, terwijl hij wel heel lang nog altijd een vrouw heeft gehad. Dus dat is dan zijn beard, dat is een leuk dingetje. Ik heb nog een leuk verhaal. Maar is dat daar? Ja, iedereen weet dat daar. Okay. Als je met je vrienden met zo, die ook in de entertainment zitten, over praten, zeggen ze van, oh, I already knew that. Oh, I know that guy. Dus krijg je van die verhalen te horen. Ook met Kevin Spacey in de tijd, ook die verhalen meegekregen van dat hij ook al jaren met jongens bezig en zo is, terwijl dat publiekelijk niet geweten is. Ik heb ook een vriendin van mij gehad die mij gebeld heeft en ze zei tegen mij, wauw, ik denk dat ik net Zac Efron heb gezien op de straat en die zat helemaal onder de drugs. Nu, dat is ook maar gewoon dat ze mij verteld heeft. Ik was daar niet bij, ik weet niet of dat waar is. Wat ik wel weet, en dat is een leuk verhaaltje, een van mijn beste vriendinnen in LA heeft een huis en ze heeft nog zo een huis achter haar huis dat ze zo uitverhuurt aan een meisje en een jongen. Mm-hmm. En we zaten aan tafel in een cafeetje iets te drinken en ze kreeg zo'n notificatie waar gsm, want ze heeft zo van die ringcamera's, als je klikt dan oké, een alert. Bleek dat meisje dan een van haar beste vriendinnen had die op bezoek kwam. Dus ze wist van, er gaat straks iemand bij me thuis afkomen, maar ze wist niet wie dat was. We zaten aan de tafel en zo, oh my god, my friend, let's see who that is. En ze haalt haar gsm naar boven en ze kijkt op die camera, was dan die Dua Lipa, die blijkbaar beste vriendinnen is, maar het meisje dat bij haar huurt. En ik zo, en zei ze, oh my god, is dat? Ik zeg, wow, is that Dua Lipa? Wow, what the fuck? Wow, okay, well that's crazy. En ze, oh my god, what do I do? Do I say something? Do I call her? Oh my god, do we go home? Ik zo, nee. Anders zit ook zo de stalker die zo alles in het oog houdt. Ik zeg, laat gewoon los.
Dat is ook wel leuk, denk ik, om te vertellen. Wat ik mij ook afvraag, er is heel veel juice over de Golden Globes. Kylie Jenner, die nee zou hebben gezegd tegen Selena, van dat die, of tegen Timothy, dat hij geen foto mocht maken met Selena. Zo die verhalen, komen die ook tot bij u? En weet jij dan hoe de vorige act in de steel zit, bijvoorbeeld Hailey en Selena? Dat zou ook zoiets, ja... Het is een goede vraag, ze. Ik zeg, de gossip, daar hoor ik minder van, omdat dat dingen zijn dat... Ik bedoel, ik en mijn vrienden en zo, we praten er niet echt veel over. Waar we meer over praten is van... Jullie praten meer over de, ja, zo de feiten die wel geweten zijn in de wereld, maar niet in, ja, in de wijde wereld. Ja, zulke dingen, maar ook gewoon meer de business side of things, ja, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld ik ken een vriend van mij die ook een stylist is geweest voor de Kardashians, die ook zei van, we zijn een hele dag daar geweest, kom dan terug thuis en zegt, wauw, ze waren uitgenodigd om naar een event te gaan, kreeg daar $50,000 voor betaald om gewoon een uurtje aanwezig te zijn. En dan zei Chloe van, oh, I just don't feel like it today. Zo, het zijn die verhalen die ik wel hoor, in plaats van de gossip, zeg maar. Dat vind ik, ja, dat kan ik uren over blijven vragen aan. ja, oké, okay, nice. Ja. Zijn er nog vragen, Jarne? Of... Er zijn nog heel veel vragen, maar... Die gaan we later voor een andere keer, als je nog eens terug in het land zit, want je vertrekt ook binnenkort terug, ja, naar LA. Binnen 2 dagen ben ik weg. En hoe lang zit je dan nu hier geweest? Een dikke maand, nog een paar dagen. Ja, voilà. Kerst en nieuwjaar. Mag ik dan vragen wat je dan zo hier doet? Een maand lang? Ja. Heel veel vrienden zien, heel veel familie zien. Dat is eigenlijk het enige. Voor mij is echt gewoon naar België gekomen om mensen te zien die ik een lange tijd niet gezien heb. Ja, want ik vraag me af, zit je dan gewoon een maand zo vakantie, ontspannen, thuis in de zetel of nee, zo? Nee, het is niet ontspannen. Zo uitslapen? Nee. Uitslapen wel, maar ontspannen niet echt. Omdat, ja, gewoon live... Ik wil vrienden zien die in Antwerpen wonen, die in Brugge wonen, die in Gent wonen. Ik ben ook in Londen geweest voor een paar dagen, terwijl ik in België ben geweest. Dus ik zit niet stil, hoor. Maar het is wel... Ik zie het wel als vakantie, want ik kom dan terug in LA aan en boom, ik begin terug mijn werk. Oké, top. Dat is een mooi... Of ja, wilt jij nog iets aan toevoegen? Want je zei nog... Ik zag je twijfelen. Nee, ik wil gewoon zeggen bedankt dat je ook even naar hier wil komen. Ja, en die maand dat je hier waart. Bedankt om mij hier te willen hebben. Heel graag zelfs. We hebben enorm veel bijgeleerd. Allee, ik toch? Ik ook. Ja. Ik weet over Kaya, het bier van de Carrefour. Colruyt. Ik ken de naam van de burgemeester van Genk. Ja. En die van Maasmechelen. En van Maasmechelen. Luca Bressel. Hebben we geleerd van de muurtekening, muurschilderingen. Die... Ja, die heeft je zelfs bekeken. Stuur een foto door. Ik ga het proberen. Leuk. Dan moeten we alleen jullie thuis, of op de bus, of waar je ook luistert of kijkt, nog bedanken. Dus bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao. Bye.